Wat is Street Art Tour? Een Street Art Tour is een stadswandeling waarbij we langs al die kunstwerken in Leeuwarden lopen die in het openbare ruimte zijn. Dus graffiti, maar we laten ook stickers zien en een paar verstopte dingen waarvan je misschien nog niet wist dat ze daar waren. En wat is Street Art? Het is in principe kunst in het openbare ruimte. Wij zien vooral heel veel graffiti hier in Leeuwarden en voor de rest ja, ook wat andere kunstwerken, maar daar wil ik eigenlijk niet veel over vertellen, want het is het leukste als je natuurlijk meeloopt. En hoe is het ontstaan? Die Street Art Tour. Henk die heeft meer dan 5 jaar geleden die free tours opgezet. En langs historische stadswandelingen dachten we het ook leuk om andere dingen aan te bieden. En we zijn allebei zelf ook fans van street art. Dus Henk kwam op het idee ook een street art tour te doen. En sinds 5 jaar doen we dat dus. En het mooie is dat het steeds verandert in Leeuwarden. Er komt steeds meer bij en komen steeds andere werken. Dus het is nog steeds een leuke ervaring, ook als je een keertje mee bent gelopen. En voor wie is de Street Art Tour toegankelijk? Voor iedereen. Onze klanten zijn echt kinderen, maar heel veel volwassenen natuurlijk. Voor de jeugd is het natuurlijk ook leuk, studenten. Ja, echt van alles. Bij de Street Art Tour hebben we echt van jong tot oud, loopt alles mee. En hoeveel gaat het kosten voor de mensen? Het is een free tour, dus dat houdt in dat je zelf mag kiezen wat jij het waard vond. Het gaat dus om een vrijwillige bijdrage die je aan het einde van de tour je gids mag geven. Oké, en kan je misschien wat moois uitleggen over die graffiti waar je hiervoor staat? Ja, ik vind het persoonlijk echt een heel mooi werk. Het is een beetje een politiek werk. En het is gemaakt door colorblind. Hij is colorblind omdat hij dus blind is voor kleur van mensen, voor de seksen van mensen en voor de seksuele voorkeur van mensen. En achter me zien jullie een mannelijke prima ballerina met een roze tutu en heel veel verschillende tatoeages. En die tatoeages die zijn dus echt symbolen voor heel veel verschillende dingen. We zien bijvoorbeeld het symbool van de Illuminati, we zien een paar oldschool tattoos, we zien een anker van zo'n zeeman tatoeage eigenlijk. We zien My Little Pony, we zien een kleine smiley die refereert naar house and techno parties. Dus echt van alle groepen zijn er vertegenwoordigd. En we zien daaronder ook zo'n hip-hop mannetje, die is van Nash, dat is weer een andere kunstenaar, een hele bekende trouwens ook. Het is een samenwerking. En het mooie aan het werk is dat het eigenlijk een opgestoken middelvinger tegen alle homofobe mensen is. Ja, colorblind wil zeggen, alles mag er zijn. Het maakt niet uit waar je vandaan komt of wat je voorkeuren zijn, voor wie je houdt of wat je doet. Iedereen is eigenlijk gelijk. En er staat ook nog heel mooi een zin bij. De dans is een gedicht waarbij elk woord een beweging is. Het gaat dus ook om de dans. Dus zolang je maar danst en zolang je maar blij bent met de muziek en je beweegt, is eigenlijk alles goed. Oké, en hoe vaak per jaar wordt het georganiseerd, de Street Arts Tour? We hebben het dit jaar een aantal keer gedaan. In november 3 keer. We gaan het in december nog 3 keer doen. Op 1, 8 en 15 december. Er zijn al een aantal groepen die vol zitten. Maar we hebben nog meer gidsen geregeld, dus als je nog mee wil lopen, dan kan dat. Maar vol is vol, dus meld je snel aan. Op 9 december start de nieuwe dienstregeling voor het bus- en treinvervoer in de provincies Friesland en Groningen. Het aantal wijzigingen in de dienstregeling blijft beperkt. Alle actuele reisinformatie is terug te vinden in de reisplanners en via arriva.nl/dienstregeling. In de nieuwe dienstregeling zijn enkele vertrek- en aankomsttijden en routes veranderd en worden er meer aansluitingen gerealiseerd. Ook zijn de rijtijden op veel lijnen aangepast. Met deze dienstregeling speelt Arriva in op de vraag van de reiziger om de dienstregeling te verbeteren. Nemen ze de reacties mee van chauffeurs, zetten extra ritten in op nieuwe en kansrijke verbindingen en minder ritten op verbindingen met weinig reizigers. Burgemeester Kroonen stopt als burgemeester. Wij gaan aan mensen in Leeuwarden vragen wat ze hiervan vinden. Burgemeester Kroonen stopt als burgemeester. Wat vindt u hiervan? Heel jammer. Ja, ik vind het jammer. Ik vind het een prima kerel wat dat er gaat. Ik kan me voorstellen dat het voor de stad een verlies is. Want het was al een goede burgemeester naar ik heb vernomen. Vreselijk. Ramp voor Leeuwarden. Uitstekend.
En wat vindt u van de burgemeester zelf? Een geweldige man. Ik keur altijd op achtergrond. Ik moet zeggen, ik vind dat een hele plezierige man in omgang. Ja. Het oordeel wat ik kan geven, dat is via de radio en de tv. En dat is positief. Nou, helemaal top, man. Als je hem ziet op zijn oude radio hier door de stad heen te pleuren. Ja, vind ik leuk. Doet goed. Oh, dat is allemaal goed mens, je hebt het goed gedaan. En heeft u zo ook ervaring met de burgemeester? Nee. Nou, niet zoveel. Maar ja, hij doet een hoop voor Leeuwarden. Hij heeft ook een hoop voor Cambuur, staat hij ook wel achter. Ja, vind ik wel leuk. Ik ken de man niet, dus ik zie hem alleen op de televisie. En wie wordt volgens u de nieuwe opvolger? Geen idee. Nou, dat moet een hele goede wezen. Maar ik zou het niet weten. Die moet goede huizen komen, dat weet ik wel. Ik zou het niet weten, echt niet. Daar heb ik ook geen oordeel over. Dat weet ik. Dat zou ik zo 1, 2, 3 niet weten. Ik zou het echt niet weten. Heel veel mensen vinden het jammer dat burgemeester Corona weggaat. Helaas weet niet iedereen wie zijn opvolger zal zijn. Bedankt voor het kijken en een prettige dag verder. Op 7 december is het de internationale dag van de vrijwilliger. Wethouder Herwil van Gelder zal de dag openen met een ontbijt. Deze dag is een uitgelezen kans voor vrijwilligersorganisaties om hun vrijwilligers te bedanken voor hun inzet. Dit kan met een cadeautje, een feest, een uitstapje, maar ook een kaart met een compliment is een mooi gebaar. Wel zo vrijwilligerswerk zal deze dag zeker niet ongemerkt voorbij laten gaan. Als aftrap van de dag zijn medewerkers van het aanloophuis, de kracht van het oplossen en bezoek en co, samen met supervrijwilliger Stef Verhagen, welke actief is bij Tofvakanties, uitgenodigd om samen met wethouder Van Gelder een feestelijk ontbijt te nuttigen bij Welzo vrijwilligerswerk. Iedereen die op 7 december bij Welzo langskomt om zich in te laten schrijven voor vrijwilligerswerk, ontvangt een kleine attentie. Bovendien ondersteunt Welzo de vrijwillige organisaties met diverse PR-activiteiten en materiaal om hun vrijwilligers te bedanken.